Merle, we zagen al in de krant dat je een ontzettende mooie prijs hebt gewonnen. Een reis naar Houston. Je hebt hem gewonnen met een project. Kan je me even meenemen naar het begin van het project? Hoe is dat ontstaan? Nou, eigenlijk begon mijn O&O-leraar, dus zeg maar het technasium hebben we oprecht zijn, dus dan kan je in de techniek wat doen. Begon te vertellen over dat project van de United Space School, zo heet het project. En toen was ik eigenlijk wel gewoon geïnteresseerd, want ik hoorde het woord Amerika en toen dacht ik, oh vet, hier wil ik aan meedoen. Even mijn best doen. Ja, dus nou ja, toen kregen we een opdracht voor alleen onze school, want daar mocht hij eigenlijk ook maar twee van door. Deze heb ik gemaakt, maar uiteindelijk bleek dat er maar twee mensen mee wilden doen van onze school, dus het was niet echt dat ik daarop werd beoordeeld. En toen was ik door naar de finale in Enschede. Kan je iets vertellen over wat je hebt gemaakt? Ja, ik heb een proef ontworpen eigenlijk. Een microfoon en een luidspreker om aan te tonen dat er geen geluid is op de maan. Want heel veel mensen weten dat niet. En jij wist dat? Nou, ik wist dat aan het begin eigenlijk ook niet. Maar toen ging ik op Google zoeken en kwam ik achter dat er geen atmosfeer was op de maan. En daarom is er ook geen geluid op de maan. Omdat geen geluidsgolven kunnen bewegen, omdat er geen medium is. Ik heb bepaalde stukjes, bijvoorbeeld I'm a Rocket Man, dat dan bijvoorbeeld op de maan wordt afgespeeld. En dat het beeld dan de hele tijd zeg maar switcht tussen het stukje op de maan en het stukje gewoon in de Orion. Daarmee gaan de astronauten gaan naar de maan met de Orion. En dan wordt er dus van tevoren opgenomen op de Orion hetzelfde liedje, waar je het dus nog wel kan horen, omdat daar wel luchtmoleculen zijn. Dus dan switch je de hele tijd het beeld en dan kan je zien, er is geen geluid op de maan, maar wel in de Orion. Wat is het juryrapport geweest? Nou, ze vonden dat mijn idee heel erg gewoon praktisch was en makkelijk uit te voeren was. En dat ik het heel erg had verwerkt. Ik had bijvoorbeeld ook nagedacht over de camera waarmee het gefilmd moest worden. Wat anderen dan bijvoorbeeld niet hadden gedaan. Wat ga je doen in Houston? We krijgen masterclasses van bijvoorbeeld astronauten. En we moeten zelf ook een project ontwerpen om naar Mars te gaan. Dan worden er verschillende teams gemaakt. En dan moet elk team een bepaald onderdeel van die Marsmissie ontwerpen. Dus je moet daar ook nog aan de slag? Ja, zeker. We krijgen ook nog huiswerkopdrachten vanuit de NASA om je voor te bereiden op de trip naar Houston. En hoe is je affiniteit met de ruimtevaart dan? Nou, niet echt heel erg groot. Dus ik moet nog wel heel veel inlezen om daar aan mee te doen. Maar ik denk dat het goed gaat komen. En ik ben ook zelf heel erg geïnteresseerd. Dus dat maakt het wel makkelijker om er meer over te leren. En je zit nu in 5 VWO? Ja. Wat is jouw toekomstbeeld voor jezelf? Nou, ik wil eigenlijk gewoon iets in de mechanica gaan doen. Gewoon machines ontwerpen, telefoons ontwerpen. In ieder geval iets in de techniek. En hoe ontstaat dat? Want je bent jong, je bent 15. Ja. Een meisje denkt ook eerder niet zo heel snel in die richting. Maar waar is dat ontstaan? Nou ja, mijn hele familie is eigenlijk ook al wel gewoon redelijk technisch geweest. Mijn opa was automonteur, mijn vader die werkt als programmeur. En daardoor had ik ook al wel wat interesse voor de techniek. En ik ben ook gewoon exacte vakken liggen mij wel, dus daardoor vind ik het ook leuker om iets in de techniek te doen. En dan sluit ik af met jou heel veel succes te wensen in Houston. Heel erg bedankt. En kijken wat de toekomst brengt. Ja. Kijken of we je kunnen volgen. Misschien wel, ik weet niet. Volgens mij zag ik van de afgelopen jaren wel een vlog of zo voorbij komen, dus misschien dat wij ook wel een vlog moeten maken. Nou, dank je. Nou, u ook. Heel erg bedankt.